Staatsolie heeft zijn Corporate Governance Code gelanceerd. De implementatie hiervan is een belangrijke stap voor het bedrijf in het transformatieproces om een wereldklasse bedrijf te worden. Nu er al 2 significante oliefondsen zijn gedaan in het offshore gebied en er exploratieactiviteiten plaatsvinden bij de derde put, is het bedrijf zich verder aan het voorbereiden op het moment dat de offshore olieproductie daadwerkelijk van start gaat. Met de implementatie van de Corporate Governance Code zijn de randvoorwaarden gecreëerd, zodat de belangen van aandeelhouders, werknemers en andere stakeholders van Staatsolie worden beschermd. Dat zal gebeuren door invulling te geven aan de volgende principes en bepalingen: lange termijn waardecreatie, effectief bestuur en toezicht, verantwoordelijkheid, integriteit, transparantie en beheersing van risico's. Staatsolie rekent erop dat alle stakeholders zich hieraan committeren, waardoor het bedrijf zich zal positioneren als de voorkeurspartner voor de offshore olieindustrie.